Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, daar zijn we dan weer. Ja, was vanochtend lekker. Heb ik geprobeerd uit te slapen, maar al ver voor achter kreeg ik al een appje binnen. En dat bleef maar doorgaan, Nou, ik zeg hallo, ik heb ook pijn in mijn kop, ik wil weg. Ik heb geen nacht gehad, zowat. Vanwege mijn poesebeestje. Want ja, ik ga zo meteen een dierenarts bellen. Dit gaat gewoon niet. Nee, ik red het niet zo. Ik ben kapot. En het arme beestje ook natuurlijk. Ik ga zo meteen de dierenarts even bellen en kijken wat we kunnen gaan doen. Ja. Gebeurt hier ook weer van alles. En nog wat. Maar ja, in ieder geval, dat wou ik jullie even mededelen. Maar ik wens jullie ook een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en je weet, er is er eentje ziek. Dat is die kleine zwart-witte. Ja, en dan markeert die groot zwart-witte ook nog steeds van alles en al wat. Dus ja, het zal wel weer money kosten. Ja. Maar oké, het gaat toch voor. Simpel. En gisteren gezogen, nou. Het is hier allemaal weer haren plukken. Mag ik het door? Dank je. Dus ja, ik ga koffie maken en een broodje maken. En dan zal ik bellen. En jullie horen hier later meer over. Astrid die komt vanmiddag, maar die moet ook naar haar huisarts toe. Voor zo'n achtelijke griepprik. Nou, ik niet. Want dan word ik juist ziek en dat wil ik niet. Nee, dit ontspringt de dans nu. Ja, want er zijn al heel veel zieken. En waardoor? Door die griepprik. Ja, nou, dikke jelle, zeg ik dan. Ja, ik weet niet of jelle dik is, maar ja. In ieder geval, wees lief voor elkaar. Geniet van het prachtige mooie weer. Het waait wel, maar het is niet koud. Dat ik de deur momenteel even lekker open. Niet helemaal, maar op een kier. Zodat de dieren naar buiten kunnen en er ook weer in. En later op de dag gaat hij dicht, want ik wil de warmte erin houden. Hoef ik vanavond de kachel niet aan. Ja, en gisteravond heb ik hem toch op een gegeven moment aan moeten doen, want ik had het koud. Nou, en ik wil het niet koud hebben in mijn eigen huis, nee. Dus ja, geniet van alles wat jullie doen gaan. Tot later. Nou, lieve vrienden, het is zover. Ik ga met mijn poesebeestje naar de dierenarts. Dus dat zal me wel, ik weet niet hoeveel het kost, maar dat boeit me niet. Ik ga erheen en ik heb geen reismand. Dus ik moet haar in mijn tas hebben van mijn voormandje. Daar zit een rits in, dus die kan dicht. En dan zet ik dat tussen mijn benen neer. Gewoon mijn vloertje van een scootmobiel. En hopen dat het zo gaat. Want ik weet het anders niet. Nee. Doet me zoveel pijn en zoveel verdriet. Ik krijg alles tegelijk. Help. Maar ja, jullie gaan dus niet mee. Nee, dat doe ik niet. Want daar heb ik het nou te druk voor. Ik zeg het tot later. Doei, doei.
Hey, wat is uw telefoonnummer? Weet ik niet uit mijn hoofd. Nee. Ik ben nou aan het filmen, dus. Het boeit me allemaal niet. Hé, hey, ja, schatje. Hé, hey, vaarwel. Hé, hey, meisje. Dag, meisje. Ga maar naar baasje, hoor. Hé, hey, ja. Dag, lieve schat. Maar je komt weer thuis, hoor. Ja. Daar zorgen wij dat ze opgehaald worden door de bierambulance. Ja. En dan zou ik de strooikoker hier naartoe laten komen. Ja, dan kom ik weer wel halen. Ik heb wel een telefoon. Oké, ik zal even stoppen. Ze krijgt allemaal reflexen, lieve vrienden. Naar buisje toe. Hé, ja. En alles tegelijk. Vorig jaar in van Jack op 25 februari. 27 november ging zijn moeder, mijn schoonmoeder. 21 september kon ik mijn neef wegbrengen. 25 september had ik 10 jaar getrouwd kunnen zijn, maar toen was die jaren 7 maanden bij me weg. 5 oktober is mijn schoonvader heen gegaan. Ja, echt wel. En mijn man is hier toe. Ja, lieve vrienden, hier ben ik. Ik ben alweer enige tijd thuis. Astrid, die is er ook in de dienst. Naar de deken, maar ik heb heel veel verdriet. Ja, ik heb mijn meisje, een kleine dingetje, een zwart witje, in moeten laten slapen. Gedaan, maar doet wel pijn. Ja, ondanks dat ze 13 jaar ongeveer was. Doet wel pijn, weet je. Ik heb mijn andere diertjes gelukkig nog, maar ik had er 4, nou heb ik er 3. Sorry. Maar ja, ik heb met mijn mobiel aan het vloggen geweest. Twee kleine filmpjes, ook foto's. Dat zet ik ertussen, zodat jullie het wel kunnen zien hoe en wat. Maar ja, het doet wel heel veel pijn. Dat, lieve vrienden, ja, genieten van de vlog kennen jullie ook. Denk ik niet, dat doet zeer. Ja, nou, maar tot later. Ja, lieve vrienden, oh, het is donker. Ja, dan maar eigenlijk maar in het zonnetje zetten. Ik ben nog steeds natuurlijk uiteraard heel erg verdrietig. Daar ik mijn kleine meisje vanmiddag heb in moeten laten slapen. Ik was wel heel erg blij dat Astrid mij weer heeft opgevangen. Daar ben ik haar dankbaar voor. Dat was heel erg lief. Zij had haar afspraak met de huisarts afgezegd. Terwijl dat toch voor haar ook wel belangrijk is, maar ze is naar mij toegekomen. Dat vind ik toch heel erg top. Astrid, ik hou van je. Echt waar, meisje. Dat, ja, dankjewel. We hebben ook samen lekker net zitten te eten en wat we zouden eten, dat heb ik niet gemaakt. Nee, daar had ik geen fut voor, geen zin in. Maar we hebben verder wel lekker gegeten. Nou zijn mijn diertjes aan het eten, de 3 die ik nou nog over heb. Die het schoteltje leeg, die rode. Ja, had jij je schoteltje leeg, man? Hé? Hey?
Jij, kerel. Nou, dan zullen we het schoteltje even opruimen. Hier, die staat daar. Oh, lalala. Zo, even gelijk in de week. Gelijk maar omspoelen, toch? Ja. Zo, vork even omspoelen. Ja. En die heeft zijn bak ook leeg. Zulke grote jongen. Wat zo dikkie, maar iedereen een brokkie. Grote jongen, man. Hé, hey, grote jongen, ja. En mijn prinsesje die zit nog te eten. Ja, en dan is jullie zusje zomaar in een weg. Hé? Wat een dikkie, hè. Lekker meisje. Zo te zien wel, hè. Nee, er gelijk een liggie bij. Nee, schijnt een liggie op mij. Ja. Wat dikkie. Lekker meisje. Nou, wat dan dikkie. Geweldig. Ja, ik pak hem weer. Nee, is niet voor jou. Jij hebt een hele bak vol op. Ja. Een hele bak vol op. Hé? Ga maar even op de bank. Ga maar even. Oh, ga je weer terug? Hé? Maar oké, lieve vrienden. Dat, ja, ik sluit deze vlog af. Of die nou kort is of lang is. Ik ben het zat. Ja, ik heb te veel verdriet om nog meer te gaan doen vandaag. Ik heb al genoeg momenteel op mijn bordje gekregen de afgelopen weken, maanden, even meer dan anderhalf jaar, heb ik genoeg gehad. Zeg maar een jaar, 7 maanden, dat was 25 september. Nou en dan zitten we nu op 12 oktober, dus zoveel weken erbij. Zat. Ja, lieve vrienden, ik denk toch maar eventjes om op een andere manier af te sluiten. Want vanavond ging dat niet zo fijn, nee. Ik wil jullie allemaal wel terug te wensen. Slaap lekker met mooie dromen. Ik weet, ik ben er niet zo bij. Ik hoop dat het morgen beter zal gaan. Morgen moet ik in ieder geval weer naar Vodafone-winkel. Voor mijn nieuwe toestel, hopen dat we dan geen error krijgen in het systeem. Astrid die gaat met me mee, dus die komt morgen ook weer bij me. En ja, het was een rare, zware rotdag weer. Nou, dat ik Arwen heb in moeten laten slapen. De andere beestjes, die zijn naar boven. En ja, ik had ze net aan jullie voorgesteld bij naam. Dat, die zwart-witte hete Armen. En dan die Russische blauwe, mijn prinsesje heet Eowyn. Mijn hondje heet Frodo. En mijn rode rakker heet Gandalf. Allemaal de namen van de Lord of the Rings. Maar ja, nou is Armen naar haar baasje toe. Ik hoop dat ze daar nou gelukkig is en geen pijn meer heeft. Ze komt wel weer thuis. In een, ja, de arts die zei dat het een strooibus was, strooikoker, weet ik veel. Ik zie wel wat het wordt, maar ze komt thuis. Ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten en graag tot morgen.